Op 8 december is de Innovation Award Brabant 2008 uitgereikt. De award gaat dit jaar naar een jong bedrijf, Unit 040, dat producten ontwikkelt voor ouderen. Ik ben Andrik Schrijver, ik ben 24 jaar. Ik ben ook bachelor afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven aan Industrial Design. En binnen Unit 040 ben ik vooral verantwoordelijk voor de technische dingen. Ik ben Jorik Huizinga, 24 jaar. Ik ben ook afgestudeerd op Industrial Design, bachelor. En daarna zijn we bedrijven gestart en mijn taak hierin is 3D engineering. Mijn naam is Andreas Huvenaars en ik ben ook bachelor afgestudeerd aan de Universiteit Industrial Design. En binnen het bedrijf ben ik verantwoordelijk voor de grafische zaakkant van de opdracht. Ik ben Frank van Duin, ik ben 24 jaar. Ik ben bachelor afgestudeerd aan de opleiding Industrial Design aan de TU Eindhoven. En binnen Unit 040 ben ik verantwoordelijk voor het prototypen van prototypes en de interactie van animaties en zo. Ze kregen de award en bijna 50.000 euro van de provincie om hun uitvinding, het zogenaamde M-boek, te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het M-boek is een interactief fotoalbum. En daarbij kun je je eigen verhalen bij je eigen foto's opnemen. En het boek geeft het altijd weer bij de foto's. Dus je hebt altijd de context van een foto, zodat mensen het snel en helder begrijpen. Zoals je hoort, hier hoor je een baby lachen. Dit kan een kleinkind zijn. En daardoor wordt de link meteen gelegd met de foto. Dus een dementerende kan uit zichzelf naar uw foto's gaan bekijken zonder dat een mantelzorger daar een verhaal bij hoeft te vertellen. We hebben vooraf al heel veel goede reacties gehad. Dat is ook een van de redenen waarom we hebben besloten dit product te gaan maken. En inmiddels hebben we het getest bij 20 dementerenden en hun verzorgers. Wij zijn een startend bedrijf, zoals je begrijpt. Hebben wij niet een heel groot budget. En zonder de subsidie hadden we waarschijnlijk nog in de kinderschoenen gestaan.